Hallo. Holland. Deze keer een update vanuit de Bush Bush. Kijk eens aan. Wat een lekkere hap. Dat kan ik nog uit mijn Van der Valk tijd. Wat doen ze hier op de klimaatopnauw om zich te wapenen tegen klimaatverandering? I hate flying. Als er geen klimaatakkoord komt, dan blijft er weinig meer van de aarde over. Hoe is het nou met jou? Hi, dit is Lisa Thier. En Gabe, VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling. Er is vaak kritiek op de klimaatconferenties, omdat het natuurlijk onwijs veel uitstoot kost om al die mensen hier bij elkaar te brengen in Zuid-Afrika. En daarom dat wij vandaag nou eens wilden laten zien hoe de duurzaamheid nou op zo'n conferentie is georganiseerd. Het kost natuurlijk een shitload aan energie om al die conferentiezalen te koelen. Daarom staan de aircootjes ook flink te loeien. Maar daar hebben we natuurlijk een oplossing voor, want we zitten in Zuid-Afrika. Het weer is lekker, we vergaderen gewoon buiten. Iets wat natuurlijk ook wel beter kan op deze conferentie is het eten. De kippetjes en de varkenslapjes liggen hier lekker te sudderen. En iedereen weet inmiddels wel dat vlees natuurlijk een veel grotere milieu-impact heeft dan ander eten. Ondanks al dat gebraai van die Zuid-Afrikanen kunnen we hier toch ook nog vegetarisch eten. Kijk eens aan, wat een lekkere hap. Lekker duurzaam hoor. Niet verkeerd. Die duizenden mensen hier veroorzaken natuurlijk een enorme berg afval zoals je ziet. En er moet allemaal iets mee gedaan worden. Maar om dat aan te pakken hebben we hier van die prachtige afvalbakken waar je alles heel mooi kan recyclen. Zie maar. Ook al zijn de flesjes hier van planten gemaakt, het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat hier flesjes water naartoe worden gebracht in vrachtauto's en hier in koelkasten worden bewaard, wat natuurlijk allemaal onwijs veel uitstoot veroorzaakt. Maar ook daar hebben we een oplossing voor. Ja hoor, ze hebben hier aan alles gedacht. We kunnen onze flesjes water gewoon vullen. Dus dan hoeven we niet iedere keer nieuwe plastics te kopen. Maar we willen even vragen aan mensen hoe zij dan hun CO2-uitstoot compenseren. Dat is natuurlijk de bekende vraag van hoe kom je hier? It's a question I get asked quite a lot. Nou, naar Durban moet je vliegen. I can't take a train to Durban, right? If there's a train, I will take it. But from Ireland, it's difficult. Wat wij bij GroenLinks echt alles doen, is al onze reizen, daar, die zetten wij om in projecten voor duurzame energieontwikkeling en ook het planten van bomen. I am the only person in that airport who is getting onto a plane unwillingly to go to a conference which hopefully will save them all from climate change. Het kost een extra CO2-uitstoot, maar ja, het is uiteindelijk wel de moeite waard om hier te zijn, juist in wat je bereikt hier, of hopelijk bereikt. How much good can you offset against the damage you're doing? My flight was 10 hours. And yours? I think maybe 14. 14? Oh, that's even worse. Come back! Gebruik minder water, spaar het voor later. Gebruik minder water, spaar het voor later.